Hoi en superleuk dat je weer meekijkt naar de nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie een toeltje gaan uitproberen wat ik een tijdje geleden bij de Action kocht. Namelijk het Reflection Tracer Sketch toeltje. Dat is deze. Deze is van Crafts & Co. En met deze tool zou je dus kunnen een afbeelding vanaf je tablet of je telefoon kunnen overtrekken op papier. En zou je dus eigenlijk na kunnen tekenen. Nou vind ik tekenen hartstikke leuk, maar ik ben er gewoon niet super goed in. Ik probeer het vaak wel, maar het is soms toch een beetje een ander resultaat dan wat ik zelf wil hebben. Maar met deze tool zou dat dus een stuk makkelijker zijn. En het leek me leuk om deze tool met jullie te gaan proberen. Deze tool heeft €1,49 gekost. En ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit ook daadwerkelijk werkt. Dus mocht je benieuwd zijn naar de werking van deze tool en of het wat is, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Op de achterkant van het doosje staat wat meer informatie. Er staat namelijk op hoe je het bouwpakketje moet neerzetten voor je tablet en voor je telefoon. En je moet je telefoon of tablet ook op de maximale stand zetten, zeg maar, van je scherm. Zodat die gewoon goed gereflecteerd wordt. Er staat zelfs ook nog bij dat je een schetsapp kan downloaden om het overtrekken makkelijker te maken. Dus laten we eerst maar eens even gaan kijken wat er in het doosje zit. Dan heb je dus hier ook het glasplaatje in zitten. Hier zit nu nog een beschermlaagje op, die moet er eventjes af. Het is niet echt glas hoor, het is meer plastic. Maar door dit plaatje, zeg maar, zou het beeld van je telefoon of tablet gereflecteerd worden op je papier. En dan zitten er dus hulpstukjes bij om het hele setje in elkaar te zetten. Ik ga hierbij mijn telefoon gebruiken. Ik ga geen sketchtool gebruiken. Ik ga gewoon een afbeelding opzoeken op Google die ik leuk vind om over te trekken. Gewoon om te kijken of dat dit werkt. Dus tijd om dit in elkaar te zetten en dan maar eens even te gaan kijken of dat het daadwerkelijk ook wat doet. We gaan beginnen met de tool in elkaar te zetten. En ik ga hem op deze manier in elkaar zetten, want ik wil mijn telefoon hierbij gebruiken. Dus ik ga beginnen om hiervan het plasticje af te halen. Zit er aan twee kanten op, is gewoon heel makkelijk. Kijk, gewoon trekken. En dan heb je een plaatje. Dus dat kan even hierheen. Dan ga ik even kijken wat ik nu hiervoor nodig heb. Ik moet alle tooltjes gebruiken die hierbij zitten. En dan is het de bedoeling dat ik ze dus zo neer ga zetten. En hier dus het klemmetje op doe. Er moeten twee klemmetjes op. Dus die moet hierop. Dan aan de onderkant ook eentje. Het is wel eventjes een beetje clear hoe dat in elkaar gezet moet worden. Maar op zich, als je de aanwijzing volgt, is het best wel makkelijk. Oké. Dan zet je hier het plaatje op. Het glasplaatje klem je hier tussen. En dan kan hier dus je telefoon op staan. Dus zo ziet het tooltje er dan uit als hij in elkaar staat. Inmiddels staat mijn telefoon erop en zie je dus hier de tool hoe die dus op het blaadje reflecteert. Dus ja, laten we gewoon gaan kijken of dat dit overtrekbaar is. Ik heb mijn telefoon nu op max staan, dus ja, hiermee zou het moeten lukken. Ik ga beginnen met een potlood, want ik kan het daarna altijd nog met een pen overtrekken. Maar als je dan wat fout doet, kun je het dus makkelijk gewoon nog uitgummen. Ik gebruik gewoon een bruinzeel potlood. Dit is de 1605. Dit is een 2H potlood. Dus hiermee ga ik nu proberen te tekenen.
Ik moet zeggen, ik zie soms wel dubbele lijnen, dus het is af en toe een beetje moeilijk. Ik heb ook voor een tekening gekozen met wat details, dus dat is wel ja, een beetje lastig denk ik, maar ja, dat heb ik zelf gedaan. Nou, zoals ik er nu naar kijk, ziet het er wel heel goed uit. Maar ja, hij is natuurlijk nog niet af. Dan moet ik alleen even goed kijken waar ik verder ga. Eigenlijk moet ik er niet van afwijken. En je moet heel goed nadenken van wat heb je nou al gehad en wat niet. Ik denk wel dat het makkelijker is met een pen. Maar ja, ik vond dat direct niet zo'n heel goed idee. Want ja, als je dan de mist ingaat, dan kan je tenminste nog gummen. En ik moet ook zeggen dat mijn fineliners er een beetje doorheen zitten. Dus ik heb er niet heel veel meer. Dit vind ik toch wel. Nou, ik ga die kleine details eventjes niet doen, denk ik. Kijk hoor. Die vind ik gewoon een beetje te moeilijk. Maar laten we nou eventjes gaan kijken of dat dit een beetje lijkt op wat ik net heb overgetrokken. Jullie zien de afbeelding dus zo op papier. Zo moest ik hem ook overtrekken, dus ik moest er zo naar kijken. Als ik hem dan weghaal, is dit het afbeeldingje geworden wat ik heb getekend. Ik vind hem op zich wel heel goed lijken, dus het werkt wat dat betreft wel heel goed. Het is echt wel een heel goed iets. Ik heb niet gekozen om deze moeilijke details die je hier ziet, ik zal er even het biertje eronder leggen, eventjes over te trekken, want die vond ik heel lastig. Ik zie wel dat ik hier en daar wat dubbele lijnen heb, omdat ik af en toe niet meer wist wat ik nou al had gedaan. Omdat je eigenlijk niet je gezicht kunt verleggen, zeg maar, bij om niet even op je papier te gaan kijken. Want dat wordt gewoon heel erg lastig, omdat je dan niet meer weet waar je bent gebleven of je hem er nog rechtonder hebt. Maar op zich vind ik het er wel heel tof uitzien. Ik kan nog even kijken of ik hem met stift kan overtrekken, zodat we een iets duidelijker beeld ervan krijgen. Nou, zoals ik al zei, ik heb niet echt een heel dun pennetje. Misschien moet ik het gewoon even met een blauwe pen doen, want met stift is het niet zo heel erg handig. Helaas moet ik even fineliners kopen, dus ik ga het nu gewoon even met een blauwe balpen overtrekken. Maar dan hebben we in ieder geval het idee hoe het eruit ziet. Het grappige is, je trekt hem eigenlijk verticaal over, want ik zie het plaatje is bij mij, zeg maar, als ik het plaatje zie, is die zeg maar gespiegeld. Dus je trekt hem gespiegeld over, dus hou daar rekening mee.
dat een afbeelding wel gespiegeld wordt. Ik heb ook gewoon eventjes een heel makkelijk plaatje gepakt, zodat het niet gelijk heel erg moeilijk was. Omdat ik er zelf ook nog een beetje mee moet spelen. Het is tenslotte ook een first impression, dus ja, het is gewoon even kijken van hoe ziet het er dan uit. Nou zou je natuurlijk met het overtrekken altijd ook nog eventjes een liniaaltje kunnen pakken om het heel strak te krijgen. Daar heb ik nu niet voor gekozen, maar dat is zeker een optie. Dan zal ik zo eventjes het overige van het potlood even weggummen, zodat we de afbeelding goed zien. Zo. Ik zal de telefoon er weer even bij leggen. Dan kun je dus ook heel duidelijk zien dat hij gespiegeld is. Nu heb ik hem even overgetrokken met pen. Dan ziet hij er zo uit. Je ziet dus inderdaad nu heel goed als ik hem ernaast leg dat hij gespiegeld is. Want hier zit het rendiertje dat in de camera kijkt zit aan links. En hier zit hij bij mijn tekening aan rechts. En deze zit dus aan links en die zit hier aan rechts. Ik heb dus even die moeilijke dingetjes heb ik niet overgetrokken. Maar wel even de grote lijnen. Dus ja, wat dat betreft moet ik wel zeggen dat het wel werkt. Ik zal ook nog even laten zien hoe je het toeltje in elkaar zet als je tablet erop wilt neerzetten. Als je je tablet erop wil zetten, dan heb je, dan zet je hem op een iets andere manier in elkaar als ik het zo zie. Maar ik moet hier even heel goed naar kijken, want ik snap hem nog niet helemaal. Als je je tablet erop wilt neerzetten, dan pak je hem zo eigenlijk. Je schuift deze met twee erin. Alleen ik vind deze een klein beetje vaag, want deze moet er dan ook wel bij. Maar die zit dan hier zo, zodat er meer ruimte op zit. Dus die zet je eigenlijk in feite zo in elkaar. En als het goed is, is er dan heel veel ruimte voor je tablet. Kijk, dan pas je tablet erop. Ik heb er nu een hoes in zitten, dus hij zal hem nu niet helemaal goed pakken. Maar dan heb je net iets meer ruimte, kijk, om je tablet erop te zetten. Dus zo zou het met je tablet gaan. Maar ik vind zelf de telefoon tot nu toe wel makkelijker om hem te gebruiken. Maar voor een grote afbeelding kan je tablet wel heel handig zijn. Alleen dan moet je hem even iets anders in elkaar zetten. Nou, dan mijn eindconclusie van deze Reflection Tracer Sketch Tool. Ik ben eigenlijk best wel onder de indruk. Ik had zelf niet durven denken dat dit zou werken. Ik bedoel, voor €1,49, wat kan je verwachten? Maar het werkt wel echt. Het is misschien nog beter als je er van de andere kant voor gaat zitten. Dat je hem eigenlijk tegenover je neerzet. Dat hebben ze hier op de voorkant gedaan bij het tekenen van dit oog. Wat ik wel lastig vind is dat je wel echt door het glaasje heen moet kijken. Dus hoe je moet tekenen. Dus je moet eigenlijk echt een beetje nauwkeurig werken. Dus het is niet zo handig om van je papier af te gaan. Maar goed, daarom ben ik ook met potlood begonnen. Ja, ik heb nu even een hele makkelijke afbeelding gepakt. Omdat ik dacht, ja, weet je, het is een first impression. Je moet het ook proberen om dan gelijk met hele moeilijke tekeningen aan de gang te gaan. Vind ik ook zo wat. Maar wat het bij mij het resultaat is uitgekomen, vind ik best wel goed. Want ik zou dit zelf nooit zo kunnen tekenen. En ja, dan is zo'n tooltje gewoon echt super handig. Ja, samenwerking met je telefoon of tablet die tegenwoordig bijna iedereen wel heeft, is het gewoon super handig. Ik had het wel leuk gevonden als ze ook een sketch tool erbij hadden gemaakt. Of app eigenlijk, een sketch app. Die heb ik nog niet gevonden. Daar kan ik nog wel eens eventjes naar gaan kijken.
En mocht ik dan nog een tool vinden, kan ik, zal ik die nog even in de beschrijving zetten. Maar ja, ik ben eigenlijk wel heel erg enthousiast voor een tooltje van 1,50 euro. Vind ik het wel heel goed te doen. Dit tooltje is dus te koop bij de Action. Ze hebben hem nog steeds. Ik zal even de link ook waar die te vinden is op de site van de Action in de beschrijving zetten. Zodat je daar even op kan kijken mocht je dat willen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie van deze manier van tekenen vinden. Of dat je het ook makkelijk lijkt. Of dat je zoiets hebt, nou ik kan zelf wel heel goed tekenen. Het is voor mij een overbodig artikel. Maar ik denk als je gewoon tekenen wel heel leuk vindt, maar er niet zo goed in bent zoals ik, dat het wel een heel handig iets is om je toch een eindje op weg te helpen om toch leuk te kunnen tekenen en dat het ook echt wat lijkt. Dus ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat jij naar aanleiding van deze video denkt van nou, ik zou dat ook wel willen proberen of ik laat het lekker aan me voorbij gaan. Laat het zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En op mijn kanaal zelf staat ook een belletje. En als je daarop klikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoef je niks te missen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Bedankt voor het kijken. En vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!